Goedenavond, dames en heren. Nog een cadeau voor de Sinterklaas van de koning. De koning heeft mij eigenaar gemaakt van de VOC. Dit, de VOC. Is in 1600 opgezet. En daaraan zit het geldsysteem. Ik kan wel meer van vertellen, maar dat is niet zo van belang. Alle banken weten hoe dat in elkaar zit. En ik verplicht nu, vandaag, voor kerst, dat alle banken verplicht zijn de geschiedenis van het geldsysteem te vertellen. En dat in feite de paus de baas is van het geldsysteem. Dat weten ze allemaal drommels goed. En nu zij in mijn opdracht u een gouden creditkaart moeten geven, die natuurlijk niet misbruikt mag worden. Dus u heeft vanaf dit moment recht, officieel recht, op een gouden creditkaart die de bank u moeten geven. En doen ze dat niet, zo vriendelijk sluit ik ze. Want ik ben nou de baas van de VOC. En omdat ik de baas ben van de VOC, ben ik op heel de wereld de baas van alle banken. Goed gehoord voor alle technische mensen. Zo zit dat in elkaar, kun je het allemaal controleren. Zo is dat en niet anders. In naam van de koning krijgt u een gouden creditkaart bij elke bank. Goed gehoord, hè? Het is niet meer, niet minder. Op heel de wereld, hè? In elk land, is de armoede voorbij met een gouden creditkaart die u morgen bij de bank kunt halen. Dan kunt u naartoe gaan en zeggen, Frans van der Heijden heeft gezegd dat het zo is als eigenaar van de Nederlandse bank en het geldsysteem, de VOC. En dat kan iedereen controleren dat dat zo correct is. Dat is 100% correct. Kan niemand aantasten. In naam van de koning, en ik ben dat 29 jaar, ik wist alleen niet dat ik een factuur moest schrijven. Dat heb ik dan gedaan. En nu is alles officieel. Dus lang zal ze leven, Sinterklaas. Neem lekker een kopje koffie met Tai Tai poppen. Hè? Tot ziens, bye bye.